Welkom, welkom allemaal bij de seizoensopening van het museum Oud-Oosterhout, van het Brabants Museum Oud-Oosterhout. Wij zijn een levend museum en achter mij ziet u levende figuren uit Oosterhout staan. Ik zal er nu niet te veel over zeggen, ze worden straks allemaal aan u voorgesteld. Maar we moeten wel toegeven dat ze er ontzettend goed uitzien voor hun leeftijd. Dat is wel heel bijzonder. Wij zijn een levend museum. Dat wil zeggen dat we in het winterseizoen niet alleen maar de spullen hier schoonmaken, afstoffen. Nee, wij zijn de hele winter bezig om verbeteringen aan te brengen. Zodat het museum er nog mooier gaat uitzien. Natuurlijk met de bedoeling dat voor bezoekers dit echt een aantrekkelijk museum, een steeds aantrekkelijker museum wordt. Zo zijn er het afgelopen winterseizoen zijn er allerlei verbeteringen aangebracht. Er zijn nieuwe miniaturen gemaakt. De woonkamer is ingrijpend geschilderd en er is het een en ander uitgehaald, zodat het allemaal veel beter te zien is. De herfstvitrine is helemaal gerestaureerd. U kunt zien dat we hier een prachtige tuin hebben. We hebben fantastische vrijwilligers, deskundige vrijwilligers die heel veel uren erin steken. Alles wat u hier ziet is door vrijwilligers gemaakt, gedaan, onderhouden, geschilderd. De kiosk is net helemaal opgeschilderd. Nou, kortom, er zijn heel veel mensen de hele winter bezig geweest om ervoor te zorgen dat het er weer piekfijn uitziet. Misschien mag ik daar even een applausje voor. Dat is... Dank u. Daarnaast zijn wij ook een levend museum in die zin dat we met onze tijd mee willen gaan. We hebben net splinternieuwe kassa's aangeschaft. Wifi op het hele park, QR-codes. Kortom, we willen voor de bezoekers die naar de historie komen kijken, willen we toch ook een modern museum zijn. Eigenlijk zijn wij drie musea in één. We zijn Floralia met de prachtige tuin. We zijn Madurodam met de huisjes. En we zijn eigenlijk ook het gemeentemuseum Oosterhout. Dus wat dat betreft is het hier een uniek geheel. Als je het ook landelijk bekijkt, dan zijn er weinig musea die dat allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Ik zat de laatste tijd te denken, het lijkt hier een beetje op Paleis Het Loo. Daar hebben ze ook een leuk paleisje staan, leuk optrekje, aardige tuin en bovendien een hele leuke expositie over keizerin Sisi. Alleen daar kan je niet met keizerin Sisi praten en wij hebben hier straks onze eigen mooie Keetje, met wie je kunt praten zo. Dus ik wil maar zeggen, wat dat betreft zijn wij een zeer... Er wordt achter me gezegd alleen praten. Hoewel wij wel eens hebben begrepen uit de historie van mooie Keetje dat ze het niet alleen bij praten liet. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Wij zijn ook het komend seizoen... hebben we weer allerlei nieuwe zaken. Aanstaande zaterdag om 16:30 op RTL... kunt u een filmpje zien wat er van dit museum gemaakt is. En dat filmpje komt later ook op de website. We hebben een korenmiddag op 14 juni. Dan komen er hier zes koren zingen. En wij proberen uiteraard weer ook dit jaar iets van 10.000 bezoekers te krijgen. Nadat we de vorige jaren 9400 hebben gehad. Dus ik wens alle vrijwilligers, onszelf en alle bezoekers een heel mooi seizoen. Als het weer zo blijft, en daar gaan we voor de rest van het seizoen, dan zal het echt wel lukken. Dus iedereen hartelijk bedankt voor alles wat ze hebben gedaan de afgelopen tijd. En heel veel plezier de komende maanden in dit prachtige museum.